leuk dat je kijkt. Op mijn blog kun je deze printable vinden voor de gender reveal card. Je knipt hem rondom uit. Je trekt een lijn bij het woordje vouwlijn, dat je straks goed de vouwen in hebt. Er zit een overtrekmal in, dat is voor de plastic zakjes die je straks gaat verven. Ik heb die van mij dus al even uitgeprint en uitgeknipt en de vouwlijn erin gemaakt. En dit rondje heb je dus dadelijk nodig, want dat komt over het woordje jongen of meisje heen. Nou, we gaan aan de slag met verf, dus deze kan even aan de kant. Ik pak een zakje erbij en de zakjes die ik gebruik, dat zijn de polybags van de Action. Je knipt eigenlijk met de schaar aan de zijkanten het zakje open. Het hoeft niet exact op de lijn geknipt te worden, zeg maar. Gewoon dat die zijkanten dat ze open zijn. Ik heb deze video al een keer eerder gemaakt. Dat was van de kraskaart van Vaderdag. Ik heb hem toch weer even opnieuw gemaakt, want ik wilde laten zien dat je dus ook twee kleuren kunt verven en hoe je dat kunt gaan blenden met elkaar. Dat de kleuren mooi overlopen. Deze twee heb ik gekocht bij de Action. Niet die twee, dus volgens mij zitten er 24 in zo'n rondje. Maar dat is dus acrylverf. Ik heb voor roze en blauw gekozen en ik heb eigenlijk gewoon muurverf gepakt, wit. Want daar gaat het toch wel het beste mee. Dan kras je straks het beste open. Dan kras je heel makkelijk van het plastic af. Dus gewone verf heb ik het eigenlijk nog niet mee geprobeerd. Dus ik doe het altijd gewoon met muurverf. Maar omdat ik alleen witte muurverf had en geen blauw of roze, heb ik dus gewoon een klein beetje witte muurverf gepakt. Eigenlijk twee kwasten. En daarin doe ik eigenlijk een klein beetje blauw. En de andere dus een klein beetje roze. Eerst beginnen met een beetje, dan even mengen. Dan kun je zelf daarna zien van wil ik hem donkerder blauw hebben of feller roze. Dus ik begin altijd met een beetje en dan kun je altijd nog meer toevoegen als jij een kleur nog iets feller wilt. Nou, goed mengen. Ik vond het wel leuk om babyblauw en babyroze te krijgen. Dus niet de donkere tinten. Dat gaat dus goed samen. Dat was voor mij dus ook even een test. Muurverf mengen met acrylverf. Ik denk, ik ga het gewoon proberen. Kijken wat er gebeurt. Maar dat gaat dus prima. Nou, dat is toch een mooie babyblauwe kleur. Ik pak een andere kwast voor het roze. Dan krijg je straks helemaal twee kleuren door elkaar heen. Nou, mijn kleurtjes zijn klaar. Nou, dip je dus met je kwast in het blauw en trek je daar een paar lijnen of dan verf je daar een stukje blauw alle twee de kanten. En daarnaast trek je een paar strepen roze. Nu ga ik het blenden. De kleur is wel mooi als het een beetje overloopt. Ik heb een sponsje gepakt, daar heb ik gewoon een paar stukjes van geknipt. En dan ga ik de ene kant een beetje blauw doen, de andere kant een beetje roze.
En dan ga ik eigenlijk over het midden van de twee kleurtjes heen. Ik tamponeer hem helemaal van boven tot onder. Een paar keer heen en weer. Idem dito aan de linkerkant. Dan pak ik een nieuw sponsje. En daar tamponeer ik dus de blauwe helemaal even mee. Dan krijg je dus een bubbeltjes binnenkant en de gladde zijkanten. Dus het moet wel een beetje allemaal hetzelfde zijn. Nou, idem dito met roze. Nu wil ik het dus gaan blenden in het midden. Ruzie met de spons. Weer een beetje blauw, aan de andere kant een beetje roze. Maar dan doe ik het eigenlijk omgekeerd, want nu tamponeer ik dus met de blauw aan de rechterkant en de roze aan de linkerkant. Als je zoiets hebt van ik vind het eigenlijk te veel, strijk dan aan de rechtse kant gewoon even met roze. En zo krijg je dus een beetje dat het mooi in elkaar blendt, de twee kleuren. Nou, nog één keer over het middengedeelte heen. En dan vind ik de kleurblending wel mooi genoeg zo. Deze heel goed laten drogen, maar hij schijnt nog iets door. Dus als die droog is, dus deze stap dus weer herhalen. Dat hij dus goed... Kijk, hier zie je een beetje dat hij nog doorschemert. Want het moet natuurlijk niet leesbaar zijn wat eronder staat. Dus dit mag je twee keer doen. Zodat hij al echt heel goed dicht op het plastic zit. Nou, ik heb even een andere erbij gepakt. Die had ik al eerder gemaakt. Dan gaan we het rondje overtrekken. Dus die komt in het midden. Dan heb je de helft blauw en de helft roze. Dus je draait hem eigenlijk om. Zodat je de achterkant van het plastic boven hebt liggen. En dan leg je het rondje in het midden van blauw en roze. En dan ga je hem overtrekken. Met de schaar knip je het rondje helemaal uit. De stift zit er nog op, maar omdat het plastic is, veeg je het wel vaak zo eraf. Kijk, en dan heb je een leuk rondje met babyblauw en babyroze. Met een tussenstukje die geblend is in de kleur. Je pakt de kaart erbij.
als je straks rondje opplakt, dan kunnen ze het openkrassen. En dan is het een verrassing of het een jongen of een meisje wordt. Je brengt in het rondje lijm aan. Wel goede lijm gebruiken, dus geen pretstift of wat dan ook. Want wat het plastic is, moet het wel goed aan de kaart hechten. Want niet dat je er straks gaat krassen en dat gelijk het hele rondje meekomt. Gebruik ook lijm die transparant weer opdroogt. Dan plak je het ook met de plastic kant naar beneden. Met de muurverf aan de bovenkant. Plak je dus het rondje op kaart. Heel goed laten drogen. En een beetje vegen dat alle luchtbellen er onderuit zijn. Kijk, en dan is de kaart klaar. Superleuk toch? Leuke verrassing om te geven. Succes met maken!